Knuth decision. In de corner, Max van der Kamp. Ja, wel duidelijk gewonnen, maar het was toch wel een lastige jongen. Hij was vrij onorthodox. Hij kwam best wild erin, dus ik moest wel controleren. Nou, als je niet morgen weer moet, moet je niet, niet alles in de eerste wedstrijd gaan verschieten. Dus ik heb controle gehouden, maar het was best nog wel lastig af en toe. Ja. Kun je eens vertellen, wat was je plan? Ja, ik kende deze jongen niet. De meeste internationals die ken ik wel. Dus ik had een beetje trainen en ik had een filmpje op YouTube gezien via mijn trainer. En we hadden gewoon gekeken, strak boksen, zakelijk blijven. En over het algemeen lukte dat vrij goed, dus zakelijk en rustig. En sta je gewoon in de finale? Ja klopt, morgen. Volgens mij tegen de winnaar van deze twee jongens, dus mooi. Lekker dag voorbereiden en dan morgen gaan we voor de tweede keer goud op Eindhoven Cup. Ja, want kun je eens vertellen, wat is deze wedstrijd voor jou? Ja, we hebben vorig jaar een lang seizoen gehad, hebben vakantie gehad. We hebben pas de eerste keer de Beffen Klaver Memorial, dat is weer een losse wedstrijd. En dit is eigenlijk weer het eerste toernooi om echt om richting Tokio erin te stappen. Met internationale deelnemers, dus dat is top. Ja. Want Tokio is het grote doel. Ja, klopt. Tokio 2016 heb ik net gemist. En nou, toen had ik even, baalde ik er flink van. En toen eigenlijk vrij snel weer de zin op Tokio gezet. En daar gaan we nog alles aan doen om dat te halen. En kun je eens vertellen, wat ging er toen mis? Ik denk in 2015 won ik heel veel wedstrijden. Was ik vrij nieuw in middengewicht. Presteerde ik eigenlijk heel goed. Iets te vroeg gepiekt. 2016 was ik eigenlijk een beetje op, maar ik kon net niet de scherpte halen die ik 2015 had. En toen kreeg ik nog een kleine hoofdblessure in de wedstrijd. Toen lag ik uit één toernooi. En toen had ik nog één kans en daar had gewoon veel te veel druk op gelegd. Dus ik ben nu wat ouder, mentaal ook sterker geworden. Dus met een beter plan naar Tokio. Je hebt ervan geleerd? Ja dat zeker. Ja, neem me mee. En dan ben je hier in Eindhoven. Is dat nog speciaal voor jou? Ja, dat is natuurlijk mooi, mijn eigen provincie. En Eindhoven, mooie stad. En hartstikke leuk, dan kunnen vrienden en familie komen kijken. De meeste boksen zijn natuurlijk internationaal. Toevallig 18 november dan Interland met Amerika, die is nog in Nederland. En de rest is eigenlijk bijna alle wedstrijden in het buitenland. Dus voor mij is het mooi dat ik hier mijn vrienden en familie dichtbij heb. En die zullen morgen ook wel goed vertegenwoordigd zijn. En je sloeg hem ook nog de kabels in, hè? Ja klopt. Eén of twee keer ging hij wel, liep hij lekker door. Ja, dus dat was mooi getimed. En nu, hoe ziet jouw avond er nu uit? Want het is nog best wel vroeg. Ja, ik ga dadelijk even losmaken, want ik heb toch wel de hartslag flink hoog geweest. Spieren zijn best verzuurd. Dus even losmaken, een half uurtje. Hoe doe je dat? Een beetje losjes schaduwboksen, rekken strekken, eigenlijk een soort cooling down, alleen die rek een beetje uit. Kijk hoe het gewicht straks was, dus ik moet nog een half uurtje een beetje bewegen. Ja. Dus En dan op bed liggen? Ja, straks even eten. De jongens gaan kijken die nog moeten. We hebben nog een aantal teamleden van mij die moeten, dus die wil ik aanmoedigen. En dan lekker vroeg naar bed, want morgen moeten we weer aan de bak.